1989 en Mazda schudt de complete autowereld wakker met deze auto. De MX-5 of Miata zoals die in Amerika wordt genoemd. Een betaalbare, lichte, achterwiel aangedreven open tweezitter. En het wordt een doorslaand succes. Sterker nog, de MX-5 Miata groeit uit tot de best verkochte roadster ter wereld. En daarmee hoort die auto wat mij betreft thuis in de Hall of Fame. Naast auto's als een Porsche 911 of een Kever. Daar staat de inmiddels vierde generatie en niet zonder reden. We zijn namelijk bij een bijzonder moment. Een ontmoeting tussen twee designers. De één, Tom Mattano, de ontwerper van de allereerste MX-5. En niet voor niets heeft die man de bijnaam Mr. Miata gekregen. En de ander, Joost ten Uyt, de Europese designdirecteur van Mazda. Jo, hoe heeft het werk van Tom jouw werk beïnvloed? Ik denk het werk van Tom, ik denk zijn spirit. De manier waarop hij over design denkt, de manier waarop hij over producten denkt. En ook de eenvoud van bijvoorbeeld de eerste MX-5. Dat is wat Tom Mattano voor mij eigenlijk betekend heeft bij Mazda. Kleine Engelse sportwagens waren in de jaren 60 erg populair. In Engeland, maar ook aan de westkust van de Verenigde Staten. Alleen door nieuwe veiligheids- en emissie-eisen stierven die auto's halverwege de jaren 70 daar een stille dood. Herstellend van de oliecrisis kende Japan een enorme voorspoed. En toen de toenmalige Mazda-president Yamamoto aan zijn bevriende autojournalist Bob Hall vroeg wat nu de volgende stap van Mazda moest zijn, schetste Bob een auto naar Brits idee. Open, betaalbaar, met heel veel rijplezier. En de rest is geschiedenis. Tom Mattano kwam aan boord en creëerde de MX-5 Miata. The best part of all this, Fukuda, the boss of our group in US, and myself wasn't quite happy with what the clay model is doing, the way we imagine. So one night, I went to the back of the car and started scraping the clay like this, right? Softening this corner. And then Fukuda was on the other end, and we came to the middle of the door, both exactly the same curvature. And that's how close that was, you know what I mean? So that there was a whole group of people that by accident came together and had the same idea. And all these magic moments, I guess. Yeah, well, fantastic. I was in Hiroshima one day. This was the straight metal box like RX-7 was, you know, the first gen. And I said, no, I designed all this thing. It's a, you know, touch me or gentle with it. So I scraped all the clay on that corner and created all the shape to get the personality to match. Yeah, I used to have also a red NA model, and my memories of it was especially the reactions from the people, kind of bringing kind of a positive message mm-hmm. in the street to people, and having a sports car that's not aggressive. Is for me the charm of the MX-5. When you were first designing the car, did you ever think that it would become the best-selling roadster in the world? Nope, not at all. No, we love the concept, and we're happy that we get it through to a real production car. But beyond that, we wouldn't think of that. That was only a dream that I dreamt up for longevity of the design and then the vehicle, you know, the car itself. What, according to you, are the key elements of the success of the first Miata? I think the simplicity of it. One look, say what it does, fun to drive, and come get, you know, go for the ride. The car will tell you, come on, let's go for the ride. And that message is so clear, no other car did it at that point in time, and I think still today, not many cars can do that. Hoeveel van zo'n eerste generatie MX-5 zit nu eigenlijk nog in de allernieuwste? Heel veel eigenlijk. Die is echt teruggebaseerd op de eerste generatie, maar met een moderne toets. En ook met een, denk ik, een interieur dat veel meer het Kodo-design heeft benadrukt. Waar je echt het gevoel hebt dat je, als je in de auto zit, dat er een verbinding is met binnen en buiten, wat misschien in de eerste modellen minder was. En in een MX-5 rijden is altijd feest. Naar het werk rijden in een MX-5 is veel leuker dan in een gewone auto.
En dat gevoel was eigenlijk het belangrijkste. We noemen dat ook Jimba Itai. Dat is Japans voor de verbinding tussen de ruiter en het paard. Hier natuurlijk tussen de chauffeur en de auto. En als je het één keer met een MX-5 hebt gereden, dan versta je dat 100%. En hoeveel van het DNA van een MX-5 zit dan in alle andere Mazda-modellen? Verbazend veel. Bijvoorbeeld met de nieuwe CX-60. Ook daar was Jimba Itai heel belangrijk. Dus de ophanging, de motor, de versnellingsbak, het design was allemaal rond Jimba Itai. En dat merk je dan ook natuurlijk op een iets andere manier, want het is natuurlijk een veel grotere auto. Maar we proberen altijd een beetje van de MX-5 in al onze auto's te krijgen. Voor ons is eigenlijk de core van Mazda. Het feit dat je echt plezier moet hebben aan het autorijden. En dat het betaalbaar is en dat het mooi is. Nou staat daar een oranje MX-5. Waarom heb je die meegenomen? Omdat ik dacht, een lange rit met een MX-5 is altijd wel leuk, van Frankfurt naar Amsterdam. Maar ook omdat ik wou dat Tom Attano die vandaag zal signeren. Als ik hem vandaag hoor, hoe dat hij... Die passie die is er nog altijd. De manier waarop hij vertelt, de manier waarop hij design uitlegt, is... Ik kan me voorstellen, de studenten die hij nu opleidt, dat die er echt iets van kunnen leren. En ik heb van hem ook vandaag heel veel geleerd.